Bond en personeel van de NV Energiebedrijven Suriname EBS, die vanmorgen in beraad was, ging terug aan het werk na te zijn ontvangen door vice-president Ronnie Brunswijk, zegt Steve Geerlings, voorzitter EBS Werknemersorganisatie. Het beraad kwam doordat de regering na de CAO-onderhandelingen het voorstel heeft aangehouden. Dat viel niet in goede aarde bij bond en personeel. Dat heb ik niet gehad, maar later op de dag zijn we door de VP ontvangen geworden, vice-president. Denkt u dat jullie opnieuw moesten onderhandelen dat er een wisseling van de wacht was bij de directie? Nee, we hadden met de huidige directie dat afgesproken. Maar de aandeelhouder wou dat nog geen uitvoering daaraan geven. En vandaar dat we vandaag in beraad waren. En wat was dan precies de uitkomst, als we het mogen weten, van de uitnodiging van de vicepresident? We hebben daar besproken waar in feite de directie daar aanwezig was, de RVC, de directeur van NH. En daar hebben we het besproken en we zijn daaruit uitgekomen. De bond probeert ieder jaar vooruit te lopen op de onderhandelingen. Daarmee wordt ingespeeld op de groep die het niet breed heeft, zegt Geerlings. Iedereen begint weer vanmiddag, mensen die de middagploeg hebben. Maar dat is opgeheven en we wachten naar de komende CAO-onderhandelingen. Bent u er positief over? Altijd positief. En wat wij ook hier hebben bij de LV, is het ook dat we hebben aangenomen dat we gaan kijken naar een overeenkomst van gasovereenkomst. Je moet rekening houden dat het een murdercontract is, waar een groepje zich alleen afrijken. En waar de werknemers even terecht op hebben, omdat wij bezig zijn met de loonstructuur. En er wordt altijd aan ons gezegd dat er geen geld is, maar gelden gaan op een heel andere manier naar andere plaatsen. We willen daarin als werknemers een stop daaraan gaan zetten, omdat de belonen en voor het hard werken hier bij de IBS moeten de mensen beter gewaardeerd worden. Daarvoor vechten wij als organisatie. De bond zal binnenkort officieel van start gaan met haar CAO-onderhandelingen voor het jaar 2023. Zij strijden voor een betere loonstructuur, omdat vergeleken met andere staatsbedrijven de EBS het meest onderbetaald is en daar willen zij graag verandering in zien, benadrukt EBS-bondsvoorzitter Geerlings.